Oké, de producten zijn uitgepakt. Wat ik dus zo al heb, zijn twee oogschaduwdoosjes. Een lipgloss. Ik heb trouwens de naam hiervan ontdekt. Want ik weet niet of je mijn andere filmpje hebt gezien. Heb ik gezegd dat ik het naam niet van wist. Maar dit is New York Candy, heet deze lipgloss. Ik heb een pak. Ik had een pakje met drie sponsjes. Kijk hoor. Ik heb ook een paar eigen kwasten erbij gepakt. Puur omdat dit dus geen $20 of euro of wat dan ook challenge is. Hoeft te komen. Ik ga proberen om zo min mogelijk met kwasten te werken. Maar een gel eyeliner met een heel dun kwastje. Het kwastje vind ik eigenlijk een heel goed uitzien. Met jouw eyeliner moet nog iets vanaf. Dan was ik even. Het ziet er goed uit. Wat de kwaliteit is, dat weet ik natuurlijk niet. Zoals jullie weten heb ik sowieso twee van die Max blushes had ik al. Pink en Rosewood, dacht ik, ja. En nu heb ik Peach erbij. Ik heb een Pressed Powder Foundation. Dit was in de kleur Natural. Oké, dan heb ik dit opgebracht. En dan ga ik hem ook proberen om in mijn bovenste waterlijn aan te brengen. Ik doe dit meestal door het in de buitenste ooghoek zeg maar neer te zetten. En dan heen en weer te gaan. Ik ben alleen een beetje bang. Nou, er komt wel wat kleur vanaf, maar niet geweldig. Dus ik ga het even proberen in mijn onderste waterlijn. Ik moet zeggen, het is wel de eerste budget potlood die ik gebruik, die ook echt in je waterlijn blijft zitten. Ja! Ja hoor. Oké, dat duurde echt 5 uur. Dit is hem. En wat ik ga doen is, ik ga met een andere kwast pak ik het witte. Als je zulke kwasten niet hebt, don't worry, gebruik een waterstaafje op je vinger. Ik moet zeggen dat de wit niet veel pigmentatie heeft. Maar dit breng ik dus aan onder mijn wenkbrauw, die ik eigenlijk weer moet doen. Zo. Nou, ook gewoon aan de andere kant. Ik probeer hem een beetje meer aan te zetten, maar ik krijg niet veel kleur af. Wel heel veel shimmer, dat is wel mooi. Dan pak. Dit is weer mijn vriend. Die vraagt of we filmpjes gaan maken. Nou, wat dacht je van gewoon één, lieve schat? Oké. Dan pak ik de tweede kleur. Met dezelfde kwast. Baked eyeshadow kan je ook nat gebruiken. En dit breng ik gewoon aan op mijn ooglid. Wat ik dus al merk is dat de oogschaduw niet veel pigmentatie heeft. Maar dat ze wel heel glitterig zijn. Moet je van houden. Dan pak ik met een crease brush pak ik de donkerste kleur. En ze zijn echt heel poederig. Oké. En dat breng ik in mijn crease aan. Ik moet zeggen dat ik niet veel verschil merk met het eerste, met de laatste kleur en de tweede kleur, zeg maar. Dat was deze. Zo, wat je altijd nog kan doen is de andere openen. Dat is wat ik even ga doen. Als ik hem niet binnen 20 uur open krijg. Die balletjes gaan ontzettend goed. Oké. En ik pak een beetje van het zwart. Of je wat meer kleurpigmentatie uitkomt. En dit breng ik gewoon aan in mijn crease. Nou, hier komt ook niet veel pigmentatie vanaf. Het is echt voor die mensen die een hele subtiele look willen hebben.
daar zijn deze oogschaduwen perfect voor. Want anders ben je 3 uur lang aan het blenden. En dat wil je ook niet. Zo. Je ziet, natuurlijk zie je wel kleur, maar het duurt even. Dan ga ik verder met de gel eyeliner. Die ga ik ook even aanbrengen. En dan doe ik gewoon met zijn eigen kwastje. Die krijg je erbij geleverd. Dat is heel romig. Ik krijg meteen heel veel product. Alleen ik merk nu al, als ik het op mijn hand aftik, dat die een beetje waterig is. Zoals je kan zien is hij niet echt diep van kleur. Dat is best wel jammer. Ja, wat wil je dan voor die 1 euro? Hetzelfde doe ik aan de andere kant. Oké, dat is aangebracht. Heel random. Het is jammer dat hij niet zo diep zwart is. Wat ik dan aangebreng is de mascara. Ik haal het dopje eraf. Het borsteltje vind ik wel erg fijner uitzien. Hij beweegt mooi lekker mee. Dus ik ga het gewoon uitproberen. Ik heb meestal niet zoveel moeite met mascara's. Maar... Oké. Zoals ik al zei, ik heb niet veel moeite met mascara's. Dus ook deze. Die bevalt me eigenlijk prima. Normaal voor die euro. Ik moet wel zeggen, ik hou van wat meer... ja, niet klontjes, maar... ja, deze mascara maakt je wimpers best wel natuurlijk. Een random beoordeling is eigenlijk dat die... producten voor mensen zijn die echt heel licht de deur uit willen. Dus dat is perfect. Als laatste, onze lipgloss. Wat leuk is, wat ik trouwens even moet zeggen over de gel eyeliner. Je mag het niet in de binnenste, aan de binnenste, op je binnenste randje gebruiken. Dat staat ook echt op de verpakking, want dan gaat het niet goed. De lipgloss. Zoals ik al zei, heeft dit dus een lichtje en een spiegel. Zoals de vele Gouache make-upjes. Kijken of jullie het kunnen zien hoor. Het heeft een lichtje en een spiegeltje. Nou, ideaal voor als je weggaat. En dit ga ik gewoon even aanbrengen. Hij ruikt erg lekker. En dit is mijn vriend, denk ik. Ja, dit is mijn vriend. Ik ben wel erg klaar, lieverd. Ik kan alleen mijn kou gemeten halen. Is goed hoor. En kijk hoe ver je was. Bijna klaar. Okay. Even luchtje erbij halen. Het is heel, heel glitterig. En heel plakkerig. Maar hij geeft wel een heel leuk kleurtje af trouwens. Ik had niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Ik heb expres geen lippenstift meegenomen. Waarom? Omdat ik dat toch niet draag. Dus dat heeft niet zoveel zin. En dit is dan de uiteindelijke look. Met alle Etching producten. In totaal was ik iets van 13 euro kwijt misschien. En dan kan je echt een full face maken. Ik zal even bij het raam gaan staan. Dan kunnen jullie het misschien wat beter zien. Als ik niet overbelicht word. Ik ben overbelicht. Even hier staan. Zoals jullie dus kunnen zien. De foundation is heel natuurlijk. De oogmake-up is helemaal niet zo slecht hoor, maar ja, misschien komt het gewoon omdat ik wat meer, wat meer pigment gewend ben. Ik zal even kijken of de buur niet in de tuin staat. De gel eyeliner is fijn, alleen een beetje omdat het niet zoveel kleur in zit. Ik heb niks voor de wenkbrauwen meegenomen. A, omdat ik het niet veel zag voor de wenkbrauwen. En B, omdat ik mijn wenkbrauwen niet bijteken. De lipgloss is echt een aanrader. En de blushjes sowieso ook. Deze is dan heel, heel subtiel.
Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten of jullie de 20 euro, wat dan ook, challenge willen. En dan zie ik jullie heel graag weer terug bij een volgend filmpje. En bedankt voor het kijken. Doeg!